Bert, we gaan vandaag een schroefpaalfundering maken. Ja. Van Terratex. Precies. Met een enorme boor, zie ik. Ja, we moeten een beetje de diepte in hier. Dus we gaan eerst voorboren? Eerst voorboren. Dat maakt het indraaien alleen maar makkelijker. Plus dat die hokkel, die moet even wat grip hebben om zich verder de grond in te trekken. Dus die begint anders alleen maar op een grondboor te werken. Goed zo. En als we dan toch bezig zijn met boren, dan doen we het ook maar één diep. Met een flinke jongen, ja precies. Kijk eens, nou we zijn al over de helft. Ja, dat voor de middag. In 2 uur tijd. Ja. Dus wat ik graag wil weten, want het zijn RVS schroefpalen. Ja, heel bewust vanwege duurzaamheid. Je wil eigenlijk anno 2020 geen gegalvaniseerde palen meer in de grond draaien met zware metalen die dat achterlaat. Dus heel bewust voor roestvrijstaal gekozen. Ja, en ik in dit geval, ik dan, hoef geen schroef, geen normale fundering te maken, want heel veel stenen scheelt, beton. Ja. Je bent in feite, na 1 dag ben ik klaar. Je kunt verder bouwen met beton, moet je weer wachten tot het uitgehard is. Kijk. En dat heeft ook wel zijn voordelen. Kijk, beetje, een beperkt grondwerk te doen van tevoren. Beetje hulp erbij. Tijd om het beton erin te vlechten. Dat doe ik samen met een oude maatje van me. Ab van? Triple A. Triple A. Ja, yeah, het is warm en we hebben er zin in. In principe heb je hier genoeg. En verderop moet je even stampen voor je dekking. Ja? Ja. Kijk, dat is pas een krachtpatser.